Dit is een uitzending van RPL Woorden Kunst TV. We zijn hier bij Galerie van Slagmaat samen met Carolien van Dam. Carolien van Dam is voorzitter van de Atelierroute. Zij valt op door haar enthousiasme voor kunst. Wat gaat er gebeuren in oktober? Nou, het is het eerste weekend van oktober, is de Atelierroute. En dan zijn in de kernen van Woerden kun je allerlei ateliers bezoeken van kunstenaars. Het heet route, dus je kan het fietsen, maar je kan de route zelf bepalen. Carolien, we zijn hier bij Galerie van Slagmaat. Met Mariette heeft ons heel aardig welkom geheten. Ja. Dit is nog een hele lege ruimte. Klopt, ja. Maar hier gaat het straks gebeuren qua overzichtstentoonstelling. En die overzichtstentoonstelling bij Mariette is juist heel handig om te kijken van nou, welke kunstwerken spreken mij aan en waar zou ik meer van willen zien. Dus het is een heel mooi startpunt om de atelierroute te gaan volgen. Als je naar onze site gaat, kun je ook kijken van nou, wat spreekt mij aan. En we hebben een heel mooi boekje. En waar is dat boekje dan te krijgen? Het boekje kun je krijgen bij Galerie van Slagmaat, maar ook bij de VVV, bij de bibliotheek, Dorpshuis Harmelen of bij de Bruna. Kan je dan zomaar binnenstappen bij zo'n kunstenaar? Jazeker, eigenlijk is dat het doel van de atelierroute, dat mensen gewoon laagdrempelig in aanraking komen met kunst. Je bent van harte welkom, de deelnemers zijn enorm gastvrij. Dus het is juist de bedoeling om bij hun eens een keertje naar binnen te gaan en dingen te vragen. Hoeft niet, maar het mag allemaal. Maar die kunstenaars die willen toch heel graag hun werk verkopen? Uiteindelijk natuurlijk wel, maar het doel van de atelierroute is niet per se dat er kunstwerken verkocht worden. Het is vooral in aanraking komen met. En ja, als je enthousiast wordt van een kunstwerk, dan koop je het toch wel. Dit jaar doen er meer dan 50 mensen mee, waaronder ook 2 studenten van de Kalsbeek College. Dus dat vinden we ook heel leuk, want je krijgt tegenwoordig heel goed les in cultuur en zo. Dus dan is het ook leuk om te laten zien wat zij dan kunnen maken. En je hebt me verteld dat je zelf voorzitter bent van de atelierroute. Klopt. En dat je zoekt naar vernieuwing. Er zijn verschillende soorten vernieuwingen. Wat ik voor de bezoekers belangrijk vind, is dat ze elk jaar weer nieuwe dingen kunnen zien. Dus dat kunnen andere deelnemers zijn. Dit jaar zijn er iets van 20 nieuwe deelnemers. Het kan ook zijn dat iemand, een deelnemer zich ontwikkelt. Dus dat je niet komt en vorig jaar bent geweest en je precies dezelfde werken weer ziet hangen. Dus dat vind ik ook belangrijk. En als organisatie willen we ons ook vernieuwen, verbeteren vooral. Vorig jaar is er een nieuw boekje gekomen. Die is net een slag groter dan de vorige boekjes. Omdat we ook wat meer informatie kwijt willen. En omdat er meer deelnemers waren dan voorgaande jaren. We hebben een mooie vlag tegenwoordig. Waar ook echt op staat de atelierroute. Zodat mensen weten waar ze moeten zijn. Van hé, ik zie daar een rode vlag hangen. Hier is wat te zien. Dus Woerden kleurt helemaal rood met die 50 vlaggen. Ja, dat zou heel mooi zijn. Een van de tradities is dat je elk jaar een openingsexpositie hebt bij Galerie van Slagmaat. Dat klopt, dat is dus hier en dat is het laatste weekend van september. En dan kun je dus al kijken van wat is er allemaal. En we werken ook elk jaar met een thema en het thema is dit jaar nachtleven. Nachtleven vind ik echt iets heel inspirerends, want de een heeft bij nacht denkt hij vooral aan donker en de ander denkt heel erg aan feesten of aan enge beesten. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat het thema voor werken gaat opleveren. Je bent voorzitter van de atelierroute sinds 2 jaar. Wat vind je daar zo leuk aan? Nou, ik hou heel erg van kunst. Ik vind zonder kunst is het leven toch veel vlakker. Dus ik raak zelf heel erg geïnspireerd door kunst. Het kan me ontroeren. En ik werd gevraagd om voorzitter te worden van de atelierroute. En ik vond dat een hele eer. En ik vind dat leuk om te gaan doen. Ik organiseer graag. Maar ik heb ook gezegd, ik doe dit voor 4 jaar en dan stop ik weer.
Want het is ja, ook belangrijk dat daar vernieuwing in zit. Dat er weer nieuwe bestuursleden komen met nieuwe ideeën. Nou, Carolien, heel erg bedankt voor dit leuke gesprek. Graag gedaan. Ik denk dat de Atelierroute zoals altijd weer een heel groot succes gaat worden. Ja, daar ga ik ook vanuit.